En welkom. Soms heb je honger. En welkom. En dan. Heb je honger. En welkom. En dan. Heb je honger. En welkom. En dan. Heb je honger. En welkom. Oh, opnieuw. Soms heb je honger, maar heb je heel weinig geld. In dat soort gevallen koop ik altijd de leverworst van de Dirk. Dat is 500 gram leverworst voor 69 cent. Dat is nog goedkoper dan die van de Euroshopper, maar is ook lekkerder. Waarom, weet ik eigenlijk niet. Maar ja, dit kun je zo eten, maar ook bijvoorbeeld op brood en op crackers. Wat je zoal met leverworst kan doen. Maar ik zelf doe ook wel eens vaak iets anders. Want ja, je kunt wel 10 van die leverworst in je koelkast stoppen. Maar het smaakt allemaal de hele tijd naar leverworst. En ja, na een tijd wil je toch iets anders. En daarom stop ik mijn leverworst vaak in de magnetron. Er zitten namelijk vetten in. En die vetten die zorgen ervoor dat de leverworst massief blijft. En dan is hij ook wel goed te eten hoor. In de magnetron dan smelt dat en dan wordt het een beetje een brei. En dan kun je er allemaal dingen doorheen gaan mengen. Ik heb hier even wat voorbereid. Hè. We hebben hier dus leverworst. Daar heb ik eitjes overheen. En peper en viskruiden. En dat ga ik nu in de magnetron zetten. En dan over een minuutje of twee, dan is dat klaar. Moet je niet te lang doen. Als je een paar plakjes doet, echt maar een seconde of 20. Anders wordt het te slap. Als je het af laat koelen, dan wordt het natuurlijk weer hard. Maar dan als je het op je brood smet, het is te slap, dan is het eigenlijk ook niet meer lekker. Dus dat moet je niet te lang doen. Maar goed, we gaan hem nu in de magnetron zetten. En dan gaan we dadelijk mengen. En dan kun je het heel mooi op een broodje smeren. Even een moment geduld. Zo, we zijn terug uit de keuken en het heeft, ik denk 1 minuut en 40 seconden in de magnetron gestaan. We zijn er toch wel bijgebleven. En als je ziet, is de leverworst nu behoorlijk zacht en fluffy geworden. En nu kun je de boel mengen. Ik zal het even brakken. Uien. De specerijen door de leverworst. Een beetje naar leverworst taart gekregen. Een momentje. Dat ben ik nog wat vergeten. Als specialiteit van de chef strooi je er nog een beetje gras op de kaas over. Dus op 1 euro bij de Dirk. 250 gram. Nou, in totaal is nu ongeveer 85 cent aan materiaal voor een heerlijke levermaaltijd. Ik kan het dus laten afkoelen in de koelkast, dan wordt het weer een beetje hard. Maar nu kun je het dus op een toastje smeren. Want het is smeerbaar geworden. Toastjes. Leverworst. Lekker zeg. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon als levermaaltijd eten. Met de lever. En let wel, dit soort leverworsten zijn voor een deel gewoon meel gemaakt als bindmiddel. Er zit zo'n 40 gram meel per 100 gram in en ook nog wat kruiden. Dus je eet eigenlijk een broodje met leverworst. Maar dan zonder het broodje eromheen. Dat zit er namelijk in. En zo krijg je toch een redelijk volwaardige maaltijd binnen.
haakjes kaart. Nou, vind een geslaagde creatie. Dat is ook best machtig hoor. Ik denk dat ik de andere helft maar voor straks bewaar. En dan nog voor papa te dik. Nou ja. Dat was hem dus. Gesmolten leverworst uit de magnetron. Een aanrader. Heb je weer wat geleerd? Tot de volgende keer.